Landhorst. Het jongste dorp van het land van Kuik. Van de circa 90.000 inwoners van deze nieuwe gemeente wonen er 715 in Landhorst. En met plezier. Als je over de kwaaiweg van Ledenakker naar Venhorst rijdt, moet je op tijd remmen. Anders ben je het al voorbij. Dat zou jammer zijn. Of we naar zijn tennis kunnen gaan, of we naar oploop kunnen gaan, of over de baan. En eigenlijk komen we tot de conclusie, we hoeven niet te gaan. Maar in Landhorst, als je er komt wonen, binnen 5 jaar kunnen Prins Carnaval zijn. Nou ja, de vraag stelde is een antwoord. Je hebt net gehoord, hè? Ja. Waarom je in Landhorst moet wonen. Ja. Nou, ja. Dat hoorde ik dus ook. Ik denk, nou, daar zijn we nu mee. Maar Jans heeft hier die koek neergezet. Ja. Maar dat zijn toch weer belangrijke dingen. En ik leerde Landhorst dus kennen op het moment dat ze allemaal aan het feest vieren waren. Nou, wat wil je nog meer als je in het dorp moet wonen op zo'n moment? En als je de schoolfusie zwet met z'n lot, dan moet je toch gestoken hebben. Ach jongen, zei ze, iedereen stoot de filie op. Ja. Maar dan geleidelijk aan ontstaat er meer bal. Ja, ja. Ik weet niet of we een hoog tempo moeten voorstellen. Of, tel maar dat er dus voor 1940 waren al die boerderijen gebouwd. Ja. Dan komt de oorlog, ja. Dan ligt alles stil. Na de oorlog is ondertussen in 1942 ook weer een gemiddelde herindeling. En dan gaat gemeente Beuge, die gaat samen met gemeente Bergsmeer. Ja. Dus dan wordt die grond die hier nog van Beuge lag, heb ik weer te vertellen, in 1938, 1939, toen kwam de stichting Peelontginning in financiële nood. En die hebben toen de grond die niet ontgonnen was, werd terugverkocht aan de gemeente. Dat betekent dus dat de gemeente Beuge kreeg weer grond terug die niet ontgonnen was. En die is later overgegaan naar de gemeente Bergsmeer in 1942. En na de oorlog heeft de gemeente Bergsmeer die ook weer laten ontginnen. Dus dat is eigenlijk weer de derde ontginningsstap, zeg maar. Ja. Wij moeten, stel me voor, als ik denk aan de energie, want er is geen zuiver drinkwater, er is geen verlichting, het is donker, donker, donker. Nou, ik zeg, ik heb wel eens gezegd, ik heb een keer een boekje gemaakt over het leven van Smulp. En toen wij elektriciteit kregen,
was het wonder, ik kon op zolder lopen en dan moest ik een keer stampen. Dat mocht eerst niet, want dan had je in de keuken en de kamer had je van die gaslampjes met zijn koosje. Ja. En als je dan boven zolder een keer stampt, dan viel een koosje kapot. Dus dan hadden ze dat weer een doek. Ja. En ja, de stal ging je met stal op, met de tegenwoordig noemen ze de stormlamp daar. Als je naar de boven hooi af moest gooien, deed je een doek op het gevoel. Ik loop op het gevoel naar boven, ik loop op het gevoel naar beneden. Ja. Over harde wegen neem ik ook aan. Harde wegen wouden. Als je met pad, nat, water, ja. Nat, fietspad en karwei. Ja. Ik weet een mooi voorbeeld van de ellende in feite. Ja. Mijn broer is geboren op 27 december 1942. Ik was toen 2 jaar, dus ik heb het van horen zeggen. Toen was het een sneeuwstorm. Koud sneeuwstorm. En toen moest mijn vader, die moest dus de Venners lopen, want fietsen kon hij niet vanwege de sneeuw. En die moest hij bij Jan Maas, dat was dan dus het postkantoor in Venners, kon hij bellen naar dokter Jetten in Boekel. En dan kon dokter Jetten kon dan komen. Dus dokter Jetten die kwam met de auto tot Venners. Dan rijdt hij vast in de sneeuw, ja, dan kan hij verder. Hij leert daar bij Jan Bevers, dus bij een boer leert hij een paard. En hij kwam te paard. Op de Klokweg, toen de tijd stichting E35. Ja, zei mijn moeder, het heeft een half uur bij de kast gezeten voordat je een beetje ontdooid was. Ja. Dat tekent dus een beetje de toestand van hoe de mensen toen leefden. Als wij naar school gingen in de winterdag en er lag sneeuw, mijn vader had van stijgenplanken een soort slee gemaakt, een paard ervoor, dan kon je over de fietspad kon je een beetje een paardje maken. Later, toen hadden we meer geluk, want had Bontrop, de melkrijder, die had een wagen met zo'n brede wielen. En als die geweest was, konden wij over de spoor fietsen. Ja. En ja, en dat zijn die tijden van toen de tijd. Allemaal grote gezinnen. Als de bakker bij ons binnenkwam, kwam ze ook binnen met 8 brooien. Tegenwoordig moet allemaal per brood in plastic zitten, dat kenden we toen de tijd niet. Je werd gewoon zo in de kelder op schap gegooid. Maar je zei net, je gebruikt daar een keer het woord ellende, de ellende, hè? Het was een zwaar leven met Maar dat ervaarde je niet zo. Nee. Je wist niet anders. Je wist gewend. Ik zeg wel eens ooit, ik ben naar de HBS gegaan, hè? En dan zei ik wel tegen, wat moeten wij vroeger toch gestonken hebben? We kregen 1 keer in de week schoon ondergoed. Je ging 1 keer in de week was hier achter de koei met warm water. En als je naar school fietst, je zwet net als een otter. We moeten toch gestonken hebben. Ach jongen, zei ze, iedereen stonk te veel niet op. Ja. Ja, ik zei ja, hier wel. Ja. Maar op school roken ze het wel. Ja. De peelbelang. Kun je zeggen, dat was de eerste vereniging? Dat was de eerste vereniging. Maar al die andere verenigingen, dat zijn natuurlijk een andere soort. Ja. Peelbelang is heel belangrijk geweest, heb ik begrepen. Peelbelang is heel belangrijk geweest. Die hebben dus heel veel moeite gedaan. Ook het verenigingsleven op te krijgen, zeg maar, altijd heel steun gegeven. Ze hebben ook initiatieven genomen in die richting. Want pak bijvoorbeeld de Brennenbond. Die is ontstaan op initiatief van de Peelbelang. Peerblank zegt dus, we hebben voor de mannen hebben we iets, maar voor de vrouwen hebben we niks. Een vrouw, dat zijn allemaal brunnen, in die tijd nog, 45. Die zitten allemaal thuis. Die zitten of in de keuken, of wasbord, ja. Wasmachine, dus kennen ze niet. Bittermerk. Of ze zitten voor de koeien of op het land. Die hebben toen een bijeenkomst opgeroepen hier bij Marjansen. Daar hebben ze de Brunnenbond opgericht met 56 leden schreven zich in. En die Brennenbond is ontzettend actief geweest. Die hebben heel veel lezingen gedaan, noem maar op. Maar dat is dus ontstaan op initiatief van Peelbelang. Ja. De voetbalclub, hetzelfde verhaal. Ook ontstaan op initiatief van Peelbelang. Ayola, ook weer op initiatief van Peelbelang. Maar dan komt het. Dan gaat het land dus gaat wel groeien. Er komen worden wel huizen bijgebouwd. Er komen mensen van buitenaf, noem ik het maar.
En iemand is bijvoorbeeld een hartstochtelijke carnavalsvierder. Die heeft bij zijn oude plaats heeft in de carnavalclub gezeten en die denkt, dat hebben we in Landhorst niet. Dat moesten we eigenlijk ook hebben. En die zet dus het initiatief, en die neemt dus het op zijn schouder, zeg maar, een carnavalclub op gaan te richten. En zo zijn er dus diverse verenigingen ontstaan. En met mensen van buitenaf hier binnenkwamen en hier het meeste wat ze bij de oude club, oude plaats wel hadden. En denk dus een carnavalclub, iedereen kan ervan varen. De tennisvereniging. En nou, die hebben een mooie tijd gehad en dan hebben ze nog. En dan, dat hebben we straks eigenlijk niet zo belicht, van dan worden de aantallen soms wat kleiner. Ja, zoek je het ook met elkaar, noemen, voetbal bijvoorbeeld? Ik zal een voorbeeld noemen. We hadden hier de Noordkerk. Hè? En toen was ik een jaar of 18, 19 denk ik zo ongeveer. Nee, ouder. Het was van de Velde in 62 gekomen. Het was een jaar 223. Ik zat in het bestuur van de voetbalclub. En na de hoogmis, dan bleven wij bij de kerk buiten hangen. Want we moesten gevoetbald, dus gingen niet naar het café. De kerk stond van de Velde naar buiten. Jongens, zei hij, we moesten maar eens een wandelclub oprichten. Zei het bestuur dat moeten doen. Maar dan moeten eerst achter de kerk een groot gat graven. Ja, Adriaan, waarom? Zeg aan de voetbalclub te begraven. En zei, als jij gaat wandelen, een wandelclub, dan trekt je geleden weg bij de voetbalclub. En de voetbalclub die het nou zo verleden dat ze net kunnen bestaan, als je het weer weghaalt, dan valt het op zijn gat. Ja, ja, ze had ik er nog niet over nagedacht. Maar dat is dus, je kunt wel alles oprichten, maar je moet ook een achterban hebben. Als je 100 verenigingen hebt, dus zou ik zeggen, je hebt 700 inwoners. Dan moet er minimaal een aantal mensen 7, 8 of 9 verenigingen lid zijn, meedoen. En als je thuis kwam, dan was er ook nog wat te doen? Altijd. Ja. Er bestond niet dat er niks te doen was. Nee. Kun jij nog iets herinneren van, ja, toen hadden we, natuurlijk wel elektriciteit, maar hoe zat het met het water en hoe zat het met het, winkels? Was nog niet in orde misschien? Nou, hier was er al vrij gauw een winkel en ik denk dat we dan... Praten over 60 jaar geleden, denk ik. 6 jaar geleden. Toen is hier Piet Eemans hier in de winkel. En is ook tegelijkertijd Ma en Jans heeft hier een kroeg neergezet. Ja. Dat zijn toch weer belangrijke dingen. Ja. En dat is niet altijd zo gebleven? Nee, de winkel is weg, maar de kroeg is er nog. Hè? Ja, ja. Dat, kerk had het al even over onderwijs. Wisselende pastoors natuurlijk, die wij hier misschien ook nog wel kennen, ja? Nou, ik heb altijd de pastoor van de Velde gehad. Ik ben ook best lang missionaar geweest. Maar toen de tijd was dat nog s'morgens een mis. En dan de hoogmis op 10 uur. Ja. En s'middags lof. Toen waren er nog en volop priesters. Ja. Schijnbaar wel, we waren in bestoor, dus... En dan komen er toch steeds meer mensen, hè? Ook steeds meer met de intentie om hier boer te worden. Ja, maar ik denk dat al voor die tijd eigenlijk al de beste of de meeste boerderijen er al stonden. Ja. En op het laatst zeg maar dat er nog op het moment is er geen basisonderwijs meer, maar toen hadden we net zoveel leerlingen als dat hier, of nog meer, als dat op het laatst hier waren. Ja. Kijk, nu hebben er nog wel meer gezinnen nodig om aan hetzelfde aantal te komen. Ja. Terugkomende op de, wat ik straks zei, als je 10 huishoudens had, dan had ik al 10 leerlingen. En dan 10, 12 jaar aan een stuk. Hadden jullie als bewoners die er steeds meer kwamen wel de indruk van, ja, wij zijn een beetje een bijzonder dorp? Of? Nee. Nee. Ik geloof niet dat ene landhuis zijn eigen bijzonder genoemd heeft, maar... Nee. Het is er al prettig wonen, en nog. Ja. Het was hoogst allemaal boerderijen. Ik weet nog dat hier maar 3 huizen stonden. En de rest was alleen maar de boerderijen rondom mij.
Ja. Kun je van drie huizen, kun je dat een beetje aangeven in de tijd dan? Hoe dat verloop kunnen zien? Nou, daar was dan zeg maar in 1958, toen stonden er nog maar drie huizen. Ja. Want de hoogte, ja, de school, de kroeg, ja. De bakker, ja. En hier de mulder, zeg maar. Ja. En de rest lag echt omheen? Ja, dus zoals ja. Nu nog echt. Ja, ja. Er was eigenlijk heel weinig nieuw bijgekomen, alleen verbouwd en bebouwd. Ja. En dat was gewoon... En er, zo geleidelijk aan bestond er ook iets van, ik stel me zo voor, van een verenigingsleven, een koor enzovoorts. Daar is er eigenlijk gewoon vanaf dat het kerk bestond, is er al een koor geweest. Ja. Weet jij of jullie, of de ouderen die er zijn, tevreden zijn over de vestiging in samenwerking met de gemeente? Want ik heb straks van alles gehoord van Ad. Ja, ik denk dat het altijd vechten is geweest. En ik denk dat het nog, heel ten dagen, nog niet anders is. Oh. Ik weet, toen ik hier ging bouwen, dat ben ik 40 jaar geleden, toen werd een mum van de tijd door een hoekval gebouwd. Maar toen hadden we eigenlijk al, volgens de gemeente, voor de eerste komende 10 jaar gebouwd. Als ze toen iets harder deuren hadden gepakt, dan was het daar denk ik dubbele geweest. Ja. Maar of dat dan beter was geweest, dat weet ik niet. Maar dan was het misschien wel nog een basisonderwijs geweest. Willen landhorstenaren ook graag blijven hier? Sommigen wel. Ja. Het geeft toch een bepaalde rust. Ja. Ik vind eigenlijk het onderlinge, dat gaat heel goed. Als je iemand hier iets vraagt om mee te helpen, dan is dat toch de bereidheid heel hoog. Komt dat misschien ook van, nou, we hebben dit dorp eigenlijk met z'n allen, vooral in de beginjaren natuurlijk, dan denk je, 30, 40, 50, dat geeft verbinding? Nee, ik denk niet dat nu nog speelt. Nee. Dat denk ik niet. Nee. Maar met de bereidheid, dat hebben ze van de genen, niet de naam, maar het zit in de genen, noemen ze dat. Ja. En daar is nog. Verenigingen zoeken allemaal een onderkomen. Is dat altijd gelukt wel in Landhorst, de accommodaties? Jawel, Gerard is jarenlang voorzitter geweest van Meeners, hebben een eigen accommodatie. De tennisclub heeft een eigen accommodatie. De Fanfare oefent bij de café Piet Hein en oefenen ook in het dorpshuis Stek. Ja. De ouderen hebben hier nog een beetje eronder komen, maar ook in de Stek. En het dorpshuis is ook voor de landhorstenaren. Ja. Komt altijd natuurlijk de volgende vraag, mis je ook nog iets aan accommodatie? Of? Ja, mis je iets? Nee. Nee. Landhorst staat eigenlijk alles. Straks weer ook de vraag aan Gerard gesteld van, zou je Landhorst gaan verlaten? Ja, waarvoor moet ik Landhorst verlaten? We hebben even met het idee gespeeld van, moeten we daar? Zou we naar St. Tunis kunnen gaan of zou we naar Oploo kunnen gaan of over de baan. En eigenlijk komen we tot de conclusie, we hoeven niet te gaan. Als we levensmiddelen nodig hebben, dan bellen we. En dan zetten ze het bij ons achter op de stoep als we dat willen. Wij hebben onze vriendengroep hier. En ik hoop als de corona voorbij is, dat we weer een pilsje kunnen pakken bij Piet Hein. Wij hebben ons dorpshuis. Zodra we nog ouder worden, kunnen we ons zoeken bij de KBO. Ja. Dus. Kun je voorstellen dat andere mensen buitenland dan zeggen, oh, er is niks? Er is geen dat kan ik me wel voorstellen, want dat zei ik wel zo tegen anderen. Je moet dus niet zo hard rijden over je kwaaiwerk, want je schiet de land was in. Want je rijdt er als ware neer en op. Je moet er dus een keer doorheen gaan. Wat mooi is, nou van hier speeltuin, hebben we nou weer de land was wel een keer een beetje op de kaart. Hè? Dus, een heel mooi gebeuren wat er gebouwd is, samen met Staatsbosbeheer, met Peelbelang en met de landhorstenaren is er iets moois tot stand gekomen. En heinde en ver komen ze naar Landhorst kijken, naar die speeltuin. En dit is kun je het een vrijwilligersproject noemen dan, met ondersteuning dan? Er zitten nou, meneer, niet vergis, 10 poortwachters die gewoon
rondom die omgeving bijhouden, met schroefelen, onkruid weghalen. Als er iets kapot is, dan zullen ze dat deur moeten geven aan de instanties die het gebouwd hebben. Want zelf eraan sleutelen, uiteraard in de mozen, want mocht er iets gebeuren, ben aansprakelijk. Maar het ziet er gewoon geweldig uit. Ik weet het nog dat het de rotzooi was van mensen die door de tuinafval dumpten. Hè, want er groeide op een gegeven moment in die hoek van alles. Ja. Wat er zeker in een bos niet thuis hoorde. Nee. Dan is het een heel mooi anders. Landhuis nu komen mensen die hier gelukkig zijn en positief zijn over hun dorp. De toekomst. De toekomst. Ja, ze zijn nou dan weer aan het bouwen. Dat was zo mooi, want we hebben een met de carnaval in plaats van corona hebben we dus een tv-show gemaakt. En toen zat ik ook in de organisatie. En toen kregen we op een gegeven moment prijsvragen. Er werden apps verstuurd. En op een gegeven moment, ja, je kent iedereen natuurlijk die app. Hè, want dan zoek je dan ook de prijzen bij uit. Wie degene die... Het zat er een naam bij. En wie is dat nou? Wie is dat? Die ken ik helemaal niet. En dan bleek er gewoon aan mensen te zijn die een nieuw huis hier gaan bouwen. En die al meededen met de quiz. Ja, hoe mooi is het? Ik zeg, nou, die moeten we alvast eens even aan de jas trekken. Ja. Van, want die kunnen we wel betrekken bij Landhorsten. Ja. Ja. Dus je ziet nou ook heel veel toch jongeren ook weer hier komen wonen. Die inderdaad uit Schijndelen en die kanten. Die hier gewoon weer een huis hebben. Waar de kinderen, je kunt hier nog gewoon op straat spelen, hè, met de schelter. Ja. Niet op de kwaadweg zou ik niet doen. Maar hier gewoon op... Daar kunnen ze gewoon... Kunnen ze gewoon nog met een schelter over de straat en hier rondtrekken? Wat kan dat nou nog? Dat is toch heerlijk? Weet jij ook, heb jij een idee hoe jeugd daarin staat? Van die fietsen naar Boksmeer of naar Stevensbeek? Nog even los van dat fietsen, maar hoe die hier de toekomst zien? Ja, de echte jeugd die wil meestal wel iets weg, maar als je dan... Die jeugd die nou zo 25 tot de 30 zijn, ja, die zou hier heel graag willen wonen. Ja. En dan komt dat tiny house en zo. Maar ja, god maar eens als vrijgezel of als alleen, god maar eens een huis kopen hier. Ja, hè? Dan, ja. We hebben wel voorbeelden hier dat gewoon de huis gegund werden aan die jongeren. Van, wij willen zo graag dat er mensen uit Landhorsten komen wonen. Ja. Dus... Het is nou heel fijn dat er huizen gebouwd worden en dat er inderdaad ook jeugd uit Landhorsten kan komen wonen. Ja. Want als ze voor een paar jaar weg zijn, dan ben je ze kwijt. Ja, ze gaan studeren en zo. En ja, studeren komen ze toch wel weer terug. Ja. Want ze hebben, vind ik wel heel mooi in Landhorsten. Op andere plaatsen misschien één klas van vroeger, één groep. En er is dan één vriendengroep uit ons staan. Maar hier is dat omdat er allemaal bij elkaar zit, heb je vriendengroepen die 4-5 jaar uit elkaar schelen en de één vriendengroep is. En die komen toch elk weekend hier uit met de kermis en met de carnaval, zieden ze weer terug. En dan zijn ze een paar jaar kwijt, want dan zijn ze naar festivals. Maar dan kalmeren ze weer en dan zien ze weer allemaal mooi terugkomen. Ja. Je hoort niet jongeren nadrukkelijk zeggen van ik wil hier werken, ik wil hier niet wonen. Ja, er zijn er natuurlijk ook wel bij, hè, die het stadse leven meer willen. Ja. Zit in het aardje. Ze willen allemaal in de stad wonen, maar ik denk als ze een keer een huis halen kregen, dan denken ze het was toch wel fijn in een dorpje met wat meer grond en wat meer vrijheid. En wij konden gewoon op de straat spelen en nou durven ze de portiek nog niet uit te sturen. Hè? Jij ziet gewoon de toekomst van Landhorsten zonnig in. Ja. Ja, als dorp. Ja, ja. Ja. Ik denk het zeker. We moeten het samen maken. Ja. En we hebben zoveel mensen in Landhorsten die het ook willen maken samen. Ja. Zo fijn eigenlijk dat ze allemaal een steentje bij willen dragen. Bij ons. Heb je het idee, als je het hebt over openbaar vervoer, hè? Vooral aan het weekend is dat natuurlijk heel beperkt. Is dat iets wat je mist hier? Of, er komt een buurtbus langs? Er komt een buurtbus langs, door de weekse dagen. Van maandag tot en met zaterdag rijdt de buurtbus. Zaterdag niet, nee. Maandag tot en met vrijdag rijdt de buurtbus. Dan mis je in het weekend het vervoer, het openbaar vervoer. Kijk, die buurt dus door de week rijdt om het uur. Oh, dat is nog wel te doen, daar kun je nog op instellen. Maar met name op de zaterdag en zondag zijn er momenten dat je openbaar vervoer nodig hebt. Nou, dat ontbreekt dan in Landhorsten. Daar zullen we naar de toekomst toe, zullen we daar heel serieus naar moeten gaan kijken hoe we dat gaan verbeteren. Wil je die ouderen mobiel houden? Want dat is wat we willen. Hè? De ouderen moeten blijven meedoen en moeten blijven meetellen enzovoort.
Nou zeggen wij, moet je ook zorgen dat je net de gelegenheid verbiedt. Moet je het ook faciliteren. En kom erop met dat openbaar vervoer. Dank je wel. Want ik geef nog even iedereen de kans om nog, wie nog wel, nog iets te zeggen. Maar jij wou misschien nog iets zeggen. Nou ja, belangrijk is dus die leefbaarheid. Daar moeten we ons dus sterk voor maken. We hebben het net ook even gehad over het wonen in Landhorst. Wij zeggen eigenlijk als KBO, natuurlijk er moet gebouwd worden in Landhorst. Er moet voor de jongere generatie moet woonruimte gecreëerd worden. Maar laten we ook eens serieus kijken naar de optie dat de oudere inwoners hier in Landhorst verhuizen naar een kleinere woning. En waarbij er een woning vrijkomt waar een gezin met kinderen in kan gaan wonen. We hebben nu de situatie, en met alle respect laat ik dat er vooral bij zeggen, maar we hebben nu de situatie dat ouderen alleenstaand of met z'n tweetjes in verhoudingsgewijs een veel te groot huis wonen. Omdat er vroeger 3-4 kinderen waren en toen paste het huis precies, maar nu zijn die kinderen weg en nu wonen vader en moeder op hoge leeftijd nog eens een eentje in het huis. Je kunt natuurlijk niet zeggen van dan moet je uit. Het huis is eigendom, dat hebben ze gekocht, daar hebben ze krom voor gelegen. Dat is hun huis. Maar misschien moet je wel een handje gaan helpen. En we hebben daar ooit met de gemeente eens een mooi plan voor bedacht. Want wat bleek namelijk. De ouderen die wilden best wel verhuizen naar het wijk waar we zitten. De Kievitshof, speciaal gebouwd voor senioren, voor ouderen. Maar, zeiden de mensen in Landhorst, ik heb nu mijn huis helemaal vrij, het is helemaal afbetaald, ik woon nu gratis. Je denkt toch niet dat ik straks een hoop huur ga zitten betalen, terwijl ik nu voor niks woon. Heel begrijpelijk, kan er helemaal in komen. Er waren ook mensen die zeiden, nou, ik wil wel, maar volgens de normen van de woningbouwvereniging kom ik niet in aanmerking voor zo'n huisje, want mijn inkomen is te laag. Ik heb wel mijn bedrijf verkocht en ik heb genoeg spaargeld, maar men kijkt niet naar het spaargeld, men kijkt naar het inkomen. En dat is te laag, dus ik kom niet voor een aanmerking. En toen hebben we met de gemeente, en met Moordan trouwens, die zat er ook bij, hebben we dus een plan bedacht en daar moeten we de komende tijd eens wat meer aandacht aan schenken. En dat werkt als volgt. Op het moment dat jij hier wilt gaan wonen en je eigen huis gaat verkopen, kun je hier een woning kopen. Een seniorenwoning hier in de Kievitshof kun je dan kopen. Op het moment dat je daar uitgaat, omdat je dus naar een verpleeghuis gaat of bij overlijden, wordt die woning teruggekocht door de stichting waarvan je hem gekocht hebt. Dus dat betekent dat de prijs die je dus toen hebt betaald, krijg je dan ook weer terug. En die woning wordt dan weer doorverkocht aan een volgende die daar weer in geïnteresseerd is. Dat betekent dus dat wanneer je dus hier een woning koopt, blijft het verhaal van ik woon in mijn eigen huis, dat blijft bestaan, want het is jouw eigen huis. Je betaalt geen huur, nog steeds niet. En je hebt de garantie dat als je eruit gaat, dat je de woning kunt terugverkopen. Dus de kinderen, de erfgenamen of wie het dan ook zal zijn, weten zeker, ik hoef niet met die woning naar de makelaar. Het mag wel, maar het hoeft niet. Ik kan hem terugverkopen aan de betreffende stichting. Nou, daar hebben we eens over na zitten denken. En Moland heeft gezegd, ik ga eens kijken of wij een aantal woningen daarvoor kunnen aanwijzen. Of die uit die huidige voorraad kunnen halen, in die stichting kunnen stoppen. En op die manier aan de inwoners van Landhorst kunnen aanbieden. En dat zou dan betekenen dat je dus naast het feit dat 2 of 1 oudere persoon in een passende woning woont, in een echte seniorenwoning, dat daarmee een woning vrijkomt in Landhorst waar een groter gezin in kan gaan wonen. Zo willen we ook vanuit de KBO kijken of we mee kunnen helpen om die doorstroming te bevorderen. Ja. Ja. Okay. Dus Theo, ja. Genoeg werk? Genoeg werk, ja.